Dit is een ejari. En het stempeltje aan de onderkant bewijst dat het is gezien door de gemeente in de Emiraten. En dat die een stempel heeft gezet, waardoor de huurder nu ook huurdersbescherming heeft. Best belangrijk dus om dat stempeltje op te halen. Dan ben je helemaal 100% inwoner. Dan de Nederlandse Belastingdienst. Die legt zo'n ejari gewoon naast zich neer. Met de melding, iedereen kan een ejari hebben. Iedereen kan immers iets huren in de Emiraten. En als je iets huurt in de Emiraten, hoef je er niet per se te wonen. Dus je moet verbruik laten zien. Water, gas, elektra, wifi, data. En dat moet op jouw naam staan. En als dat zo is, en dat is een beetje realistisch verbruik, dan is er een goede kans dat de Belastingdienst in Nederland zegt, ah, klaarblijkelijk woont u echt in de Emiraten. Nu zijn er mensen die op de een of andere wijze het voor elkaar krijgen om, terwijl ze niet in de Emiraten zijn, toch verbruik te tonen op hun eigen naam. Dat kan twee dingen betekenen. Ofwel, er wordt listig PDF-fraude gepleegd. En dat is dan in Nederland valsheid in geschriften. En dat wordt in de Emiraten ongeveer even zwaar bestraft. Of daadwerkelijk iemand anders is in jouw huis verbruik aan het creëren. Wat je in Nederland ook niet zou willen, waarbij het kleinste risico is dat jij, omdat het contract dus echt op jouw naam staat, ook voor 100% aansprakelijk bent voor het betalen van het verbruik. En als het weinig verbruik is, dan kun je nog denken, ha, ik kan op deze manier de Nederlandse Belastingdienst mooi voor de gek houden. Maar als het heel hoog verbruik is, dan wordt het een ander verhaal. Maar veel belangrijker dan het betalen van het verbruik is natuurlijk het risico wat je neemt. De Emiraten zijn een zwart-wit land. Dingen kloppen hier of ze kloppen niet. En als ze niet kloppen, heb je een groot probleem. Met andere woorden, neem niet het risico dat je gaat frauderen, want dat is het, met de plaats waar je woont.